Het is 6:06. Goeie maten. We zitten hier weer. We dachten, het is zo'n lekker gevoel, even om 6 uur trainen. Dat gevoel van niet druk zijn in elk geval in je hoofd. Met social media, aandelen, crypto, het hele pakket, belletjes plegen. Allemaal troep gewoon. Nu kan je gewoon echt rammen en focussen op het trainen. Dus dat gaan we nu eventjes eigenlijk de hele week doen voor jullie. De hele werkweek hoor. Ik ga niet in het weekend hier voor de lol staan. Dan sta ik op 6 uur nog andere dingen te doen, hè, Bubbel? Dus op de doordeweekse dagen gaan we eventjes voor jullie de komende tijd om 6 uur trainen. En natuurlijk vooral voor onszelf. Maar we willen ook laten zien aan de goede maten dat het prima te doen is. En dat het dus ook iets is waar je misschien wel beter van kan worden. Ik merk bij mezelf, ik heb natuurlijk 2 jonge kinderen. Eentje van 1, eentje van 3. Ik ging denk ik een uurtje later naar bed dan Gin. En wat het voordeel daarvan is, is als je een beetje in hun ritme komt, dan pak je gewoon wel voldoende uren slaap. En als ik bijvoorbeeld om 1 of 2 uur naar bed ga, wat ik altijd wel deed, dan heb je een hele grote kans dat je zo'n kind in één keer na een uurtje al in je bed hebt, of 2 uurtjes of wat dan ook. In elk geval dat je gewoon geen genoeg diepe slaap krijgt. En nu heb je veel meer kans erop. Ik wil niet zeggen dat het weer gisteravond is gebeurd, want ik had het ook bij allerlei taferelen. Maar de kans dat het groot dat je gewoon goed slaapt, dat is veel groter als je dus op tijd naar bed gaat. En ik denk dat het ook geldt voor de groeimaten. Want als jij thuis zit en je denkt, nou, die eerste sessie om 6 uur, die heb je gehad. Dan ben je op zich best wel verrot om 9 uur 's avonds. En dan begin je al een beetje in te kakken, weet je wel. Als je hard hebt getraind, hè. Dus echt wel als je hebt getraind zoals je altijd traint. Dus niet zoals Sam, dat je stopt bij die 5 herhalingen. Met die 5 herhalingen met die benchpress, weet je wel. Dus als je echt hard hebt getraind zoals je normaal altijd doet, dan ben je, als het goed is, ben je dan om 9 uur 's avonds ben je aan het moe worden. En dan is het dus gewoon tijd om dus naar bed te gaan. En als je dat dus doet, dan heb je een aantal voordelen. 1, je hebt dus die uren slaap die je normaal niet hebt. Waarschijnlijk dus ook best wel diep. Want je wordt niet gestoord door andere shit. Ja, die staat er aan. Je wordt niet gestoord door andere shit. En 2, stel dat jij wakker blijft om 9 uur. Dan heb je een hele, hele grote kans dat jij met die klauw zo in het kastje gaat graaien. Groeimaten! En als je dus in je nest gaat liggen, dan heb je dat niet. Dan heb je dus gewoon een window van 2 uur lang. Want stel je gaat dan om 11 uur naar bed, weet je wel, want dan kan je het echt niet meer aan. Of misschien 12 uur, wat niet goed meer is dan voor je. Dan ga jij 100% met een of andere klauw in een kastje om iets te grijpen. Dus daar behoed je jezelf voor door dus gewoon op tijd naar bed te gaan. En dan heb ik nog een tip. Als je dus 6 uur normaal slaapt, wat ik normaal doe, 5, 6 uur met de kinderen, sinds de kinderen er zijn. Wat niet erg is hoor, dat is even een fase. Daar wen je ook aan. Maar wat je hebt is, 1, in je slaap verbrand je gewoon energie, want je lichaam is aan het herstellen. Dus hoe langer je slaapt, hoe meer energie je verbrandt in je slaap. 2, je hebt geen hongergevoel in je slaap als je gewoon goed eten. Dus als je niet te ziek in een calorietekort zit. Dus dat is dus ook een tip om dus gewoon wel normaal te blijven eten. Heb jij die buffel breakfast op net, Buffel? Ja. Ja, goed zo. Je hebt als goed geen hongergevoel. 2, als jij 2 uur langer slaapt, hè, dan die 6 uur, dan heb je over de hele dag gezien 2 uur minder kans om dus uit de bocht te vliegen met eten. Dus heb je dus 2 uur minder kans om weer met die klauwen in die kastjes te gaan zitten. Dus eigenlijk, kortom, is het hele scheidverhaal hier om 6 uur gewoon 1 groot pure winst! Pure winst, groeimaten! Dus kom je nest uit en breek die hele tent af! Ik kan het nog steeds hoor. En we doen het ook weer even lekker zo op het kanaal van Clean Nutrition. En abonneer nou voor die grotere chest! Oké, okay, we gaan dus eventjes hier doorheen. Ik vind het altijd leuk om bij Clean Nutrition inhoudelijk vragen te beantwoorden. En dan ga ik even door de comments heen, want het zijn natuurlijk nooit zoveel comments als op mijn eigen kanaal. Maar wel hele leuke comments. Old school comments. Serieuze comments, maar ook soms grappige comments.
10 jaar geleden was ik een spaghetti-sliert op de middelbare school aan het janken op het internet. Nu al anders. Abonneer nou eens voor die grotere KK-chest. Wat is KK? Sam is duidelijk geen ochtendmens. En ik geef hem groot gelijk. Die Sam is ook een kontenbonker, hè? Zo van H. Winkels, Herman Winkels. Dat is een kontenbonker. En die denkt, well, ja Sam, jij bent er ook een, toch? En dan vraagt nog steeds, ja, Sylvian. Eet jullie voor of na het sporten? Ja, dat heb ik dan godverdomme in die video helemaal behandeld. We eten voor en na het sporten. Altijd. Dus na het sporten kan het zijn dat je wegkomt met eiwitten. Zorg dat je gewoon minimaal 20 gram eiwitten binnen hebt. Gewoon één scoop eiwitten zou in principe voldoende zijn. Want je wil dus eigenlijk een spiergroei aanwakkeren. En dat doe je dus door een bron van eiwitten naar binnen te knallen. Of dus een bron van koolhydraten erbij. Dat kan ook. In elk geval gewoon eten. Eten zorgt ervoor dat je lichaam weer gaat groeien. Dus het signaal gaat geven van, hé, we moeten gaan groeien. Iemand vraagt, heeft je powerlift-programma nog geholpen? Weet je wel? Nou ja, blijkbaar heeft het geholpen. Want ik lifte gisteren gewoon die Lord eruit. Terwijl jij mij eerst eruit lifte. Voordat we de kut begonnen. En ik ben nu bezig met de squat. Alleen dat is wel verdomd lastig als je zo laag in je calorieën zit, zeg maar. Dus dat je echt gewoon, ja, onder de 10% lichaamsvet gaat komen, dan wordt het wel een beetje lastig om je PR te gaan zitten verbreken. Maar ik moet zeggen, het gaat fantastisch. En dat houdt er gewoon eigenlijk in dat je niet te veel doet. Dat je dus niet elke keer je max opzoekt. Zodat je eigenlijk 3 keer per week net genoeg je benen kan trainen. En als je dat 3 keer per week doet, dan groei je dus 3 keer per week. Dat is eigenlijk het voordeel. En je leert dus eigenlijk de movement heel erg. Door dat te doen. Dus door herhaling, leer je die movement, leer je efficiënter worden. Maar ik merk ook wel dat die poten, die worden echt heel stevig hoor nu. Onze groeimaatjes. Dit zijn echt onze groeimaatjes, hè zo? Dit zijn echt onze groeimaatjes. Ik heb van alles geprobeerd, hè. In het buitenland, noem maar op. Dit zijn toch wel echt de beste smaken pre-workout. En het scheelt ook dat ik ze natuurlijk zelf heb samengesteld, samen met Boom, deze. De V2 die heb ik zelf toen samengesteld vanuit de VE. Maar dit is gewoon, het is gewoon lekker. Dus ik heb hier de Tropical Gold. Dat is echt een aanrader. Voor als je in deze grimmige situatie zit, dan kan je nog wel eventjes denken aan een tropische temperatuur. Normaal staan op dit tijd zit nog even in zo'n warehouse, weet je wel. Lekker grimmig. Met de groeimaten! En de zuiver is helemaal leeg! De bloed uit de chest als je niet bent geabonneerd! Het zuigen we helemaal leeg, groeimaten! Pak nog een pompetje. Altijd die pompapparaat erbij, want hier zit ook creatine. Nou, die zit klaar hoor. Oh, wat heb ik hier weer zin in, hoor. Hele nacht gewacht. Ik kon niet meer wachten. Hele nacht. Dus ik ging maar om 6 uur 's ochtends. Voor de scoop! Hoppakee. Pompa man. Oh, daar is hij hoor. Het groeimaatje van Sam. Laat eens even zien dat je geen ochtendmens bent dan. Pompa man! En we hebben ze wel gelijk in. Maar ik sta er wel, groeimaten. Ja, jij bent niet echt de ochtendmens, hè? Nee. Maar ik ben er wel jongens, dus waar zijn jullie? Ja, maar dit is juist het mooie inderdaad. Lord is echt geen ochtendmens. Nee, maar ik ben een godverdomme en hij is er wel hoor. Hey, hij is er altijd. Die Lord. Oké, jongens, wij gaan nu eventjes rug trainen. En weet ik van bicep, tricep, toch hoor. Hele pakket. Van alles wat. We nemen jullie mee. Goeie lekker, we gaan vergoud op dit kanaal. En abonneer voor die grotere chest. Even kijken, we gaan even voor goud. Die handdoekjes willen we ook overal zien, hè? Ze zijn gewoon bij ons in de shop.
vind het eigenlijk altijd de beste oefening om mee te beginnen als je rug doet. Want dan kun je even lekker warm worden, rustig. Voordat je bijvoorbeeld grote compound oefeningen gaat doen, zoals deadlift of een T-bar row. Dus nu kan je even lekker de bloed erin pompen zo. En dan kunnen we zo meteen even het echte werk gaan. Eigenlijk, met elke training die ik doe, ik kan het niet echt een superset noemen, maar eigenlijk alternating sets. Dus dat ik gewoon een andere oefening erbij pak in de tijd dat ik rust heb met één oefening. En dat is altijd de oefening die vrijwel niets met elkaar te maken hebben. Dus nu pak ik een tricep. Zo heeft de ene spier gewoon rust, terwijl de andere bezig is. En jij bent gewoon continu aan het werk. Dus dan ben je zo, bent een uurtje weer buiten. Ga je naar je werk, of naar je kinderen, wat dan ook. Naar je vrouw, of naar je vriendin, of naar je vriend. En dan kan je weer lekker de dag beginnen. Onze krompenbonker. Onze krompenbonker. Bij dit station heel efficiënt 4 oefeningen al gedaan. Dat is nou echt pure winst. Rustig beginnen weer. Om bij die shrugs niet te gaan veren op die banden. Dat is wat Boom ook altijd zegt. Hè? Gewoon lekker langzaam omhoog en weer gecontroleerd laten zakken. Niet laten bouncen. Ik krijg allemaal blessures van en de spier gaat niet groeien. Jongens, wacht even. Het is 7:53. We zitten gewoon na te denken wat we nu met onze tijd gaan doen. Of niet, Lord? We gaan vandaag even werken aan de nieuwe app, applicatie, groeimaatje. En we gaan werken aan een nieuwe website, jongens. We gaan er heel veel dingen doen in 2022. Wij gaan vergoud, groei lekker. En abonneer voor die grotere rug. Dit keer. Groei lekker.